Ja, ik heb het niet gezien, helaas, helaas. Voorzitter, voorzitter, dames en heren. Voorzitter, en met name mijn vriendin Giselle van Kamp, moet ik u natuurlijk zeggen, dank voor deze bijzondere en eervolle uitnodiging. En ik hoor u al denken, dames en heren, god, potverdorie, bijzonder en eervol, wat jammer, dat zegt hij altijd. Bij iedere toespraak, wat een weinig originele man, die hadden we nooit moeten vragen. De voorzitter heeft ze vergist. Wat een ontzettende stomme vergissing om op deze avond zo'n weinig originele man te vragen. Nou, ik zie, voorzitter, dat de stemming er al bij u allen goed in zit. Maar het gekke is, dit is niet alleen bijzonder en eervol, het is zelfs verbazingwekkend. Want als ik nou terugdenk aan 45 jaar geleden, het tijdperk waarin ik in de familie binnenkwam, en als ik terugdenk aan uw lovende woorden die u toen over mij schreef, dan is het natuurlijk toch verbazingwekkend, ja ja, wacht maar even, dan is het toch verbazingwekkend natuurlijk dat je 45 jaar later hier binnenkomt. En dan moet ik u zeggen, kijk eens, als de voorzitter vroeger mij gevraagd zou hebben, stel dat er een vergissing was geweest, dan had de RVD het me ernstig ontraden om hier te komen. Maar goed, nu krijg ik van Giselle van Kaan eigenlijk op deze beroemde tegelavond de prikkelende uitnodiging of ik enige prikkelende gedachten heb over het functioneren van de media. Nou, ik moet u zeggen, dat is een best ingewikkelde uitnodiging. Ergens heb je natuurlijk het gevoel, waar moet je beginnen? Of je hebt ook het gevoel van, breek me de bek niet open. Maar een typische Oosterse uitdrukking, maar ook moet ik eerlijk zeggen, bekroop me even het gevoel van de muis die uitgenodigd wordt door het bestuur van de kattenvereniging. Of de muis nog aardige verhalen zou kunnen vertellen waar de katten van kunnen leren. Nou, die Giselle van Kan is een leuk mens, maar ze heeft de vrijheid van meningsuiting behoorlijk bij mij beperkt. Het moest kort zijn, 10 minuten, want de vorige spreker vorig jaar was veel te lang. Dat moeten we niet herhalen. Het mocht niet gaan over mijn verleden of dat van andere familieleden. En het was ook zeker niet de bedoeling dat ik ging praten over de concerten van de gevleugelde vrienden. Nou, ik vind het jammer. Dan praat je toch over gemiste kansen. Precies.